Ja, de bestemming is een heel aparte plaat eigenlijk, om verschillende redenen. Sowieso was het een fase in je leven waar ik met John veel over sprak. Van god joh, waar staan we nu? Je maakt de balans op van waarom zijn we hier en waar gaan we naartoe? En het succes wat al een aantal jaren duurde, weet je wel, wat doet dat met ons? Sommigen hebben wel eens gezegd, de meest zweverige plaat. Ik vind dat niet terecht. Het was heel sferisch. Ik kan de hoes nog wel van de plaat voor je halen. Veel plus en veel sferische beelden. Maar het had wel echt, het paste wel heel erg bij mijn bestemming en stemming op dat moment. Er stonden toch prachtige liedjes hoor, op die plaat. En de bestemming niet voor niets ook een nummer 1 niet geweest overigens. Ik lig op mijn rug in het gras en een schouder maan. Ik moet er wel bij vertellen dat ik door de bestemming zeg maar een soort tweede bijnaam kreeg, de zingende kooltrui. En dan te bedenken dat ik daar eigenlijk helemaal niks aan kon doen. Ik moest namelijk voor een clipopname naar IJsland en mijn koffer kwam niet aan. En dat zou je natuurlijk altijd zien als je maar 2 dagen hebt om te draaien, dat je dan geen koffer hebt met spullen. Dus ik moest daar nog de stad in. Ik kan je vertellen, in IJsland was niet zo heel erg hip, die kledingzaken. Dus heel verder als een kooltrui kwam ik niet. En we moesten ook zeker een halve dag rijden nog het eiland over. Dus we hadden niet zo heel veel tijd. Maar inderdaad had ik daar die witte kooltrui aan. Die clip is veel gedraaid. Ik moet altijd nog om lachen als ik dat zie staan. De bestemming zit voor mij onlosmakelijk daaraan vast. Dat alles niet voor niets is. Dat alles niet voor niets. Ja, het gekke van de bestemming is dat je voelt het als een uptempo liedje. Dat is tijdens een optreden ook zo. Je ervaart het als een uptempo, maar het begint echt als een ballad. Regels maken en bepalen, daarin ben je vrij. Ik heb heel veel bandjes in Nederland de bestemming zien nadoen in die tijd. En dan ontdek je pas hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Want die changes die zijn net iets anders, net vernuftiger in elkaar dan je zou denken. Er zijn veel drummers die zich daarop stuk slaan. Dat is wel heel mooi. Als je het gaat ontleden, zit het heel ingenieus in elkaar. Sommige liedjes hebben een heel eigen karakter. Wat absoluut een favoriet liedje van mij is op het album De Bestemming is het water. Het water is eigenlijk met niets anders te vergelijken. Het is zo'n liedje met een eigen hart. Het is geschreven door Jan Tekstra. En fantastisch gedaan ook met sopraansax van Kees ten Dam. En het liedje heeft een heel eigen status gekregen. Dat zijn van die liedjes die je niet anders kan spelen dan in de originele vorm zoals ze gemaakt zijn. Ik sta over het water, dat net als ik ooit een beweging was. Ik heb een prachtige herinnering aan eigenlijk. Het is een liedje wat ik altijd heel, heel, heel speciaal vind. Pijnloos, diep en dreigend zwart. Net als wat ik in je ogen las. Met name ook omdat Jan Tekstra natuurlijk in verschillende stadia in mijn carrière een belangrijke rol heeft gespeeld. Steken blind oost in die stoom. Wil ik voor altijd zijn. Dit is een van zijn mooiste liedjes, vind ik. Ik heb het hem zelf ooit eens in het Fries zien doen. Daar moest ik erg aan wennen. Maar het water in zijn originele vorm is en blijft een tijdloos liedje. Dat is zo'n typisch song die over 15 jaar nog steeds mooi is. Als ik die nu zou spelen, zou ik hem niet beter kunnen doen dan op het moment dat ik hem heb opgenomen. Ik ben daar ontzettend trots op. Ja, Binnen. Daar valt veel over te zeggen. Is voor mij in veel opzichten een heel belangrijk liedje geweest. We kwamen van een periode waarin we alles wat we aanraakten in goud en platina veranderden. Toen kwam in zekere zin het debakel van het millenniumfeest, wat we in de Amsterdam Arena zouden doen. En dat mislukte niet een klein beetje, maar dat ging eigenlijk aan alle kanten, timing-wise. En dat ging gewoon helemaal mis. Wat mij wel met 2 benen weer op de grond zette, want dat was wel, we kwamen toch uit een periode waarin alles lukte. En dan proef je toch een spoor van twijfel van heeft het publiek me nu verlaten of is dit het begin van het einde?
En ik kan me nog herinneren dat John naar mij toe kwam en zei: Mark, ik heb een liedje geschreven wat ik echt heel bijzonder vind. Maar ik denk eigenlijk niet dat het iets voor jou is. Het is wel heel stoer, maar ik heb er nog geen Nederlandse tekst op. En het heette toen Driven. Het was zo ontzettend mooi, zo ontzettend stoer dat ik zei: John, weet je, doe mij een plezier. En ik wil dit gewoon heel graag proberen. Hij zei: ja, maar is dit een liedje voor jou en ik zie niet zo gauw een Nederlandse tekst. Ik zei: maar dit zou ik wel heel graag doen. Want ik geloof dat dit mijn geluid kan zijn voor 2000. Een cruciaal moment in mijn carrière. Weet je wel, veel up gedaan in het begin, maar vooral ook veel ballads. En dit zou wel eens, het had alles van een stoer liedje, van een stoer uptempo, echt popliedje weer. En daar was ik aan toe. En dat was the right song at the right time. Toen we het af hadden, toen dacht ik van ja, als Marco anno 2000 zo kan klinken, dan durf ik vol vertrouwen weer de toekomst tegemoet te gaan. En wat bleek? Het liedje stond, geloof ik, 6 tot 8 weken nummer 1. Wat voor mij een herbevestiging was van God, het publiek heeft me niet verlaten. Integendeel, ik sta weer aan de top van de charts met een liedje wat een absoluut popliedje is. Wat echt een popliedje is. Bij binnen hoort ook de zwaaiende handen aan het eind, weet je wel. Waarin iedereen meedoet, ongeacht welke plek je op het concert staat. Iedereen doet met dit liedje mee. En het is zo'n ontzettend lekker liedje. Wat ik denk ik voor de rest van mijn leven zal blijven spelen. Ja, wat is mijn hart? Het is voor mij weer zo'n typisch voorbeeld van John Eubank en Hank Korenheff combinatie. Waarin ze elkaar zo ontzettend goed aanvullen. Het begint klein, maar het snijdt in je. Het is alle punten en komma op de juiste plaats. Nederlandse muziek kan zo mooi zijn als muziek en tekst elkaar versterken. Dat dit, het heeft hè, een tikje bombastisch is het. Het heeft wat pathos, maar niet te veel. Het is ik moet dan weer op top van me kunnen presteren. Dat is altijd lekker, want dat betekent dat je er heel diep in moet. We hebben natuurlijk een prachtige live versie er ook van. Die we op diverse momenten live hebben opgenomen. Maar ik vind ook de studio versie prachtig. En misschien wel een beetje onderbelicht, omdat de single juist de live versie was. Maar dit is zo'n add-on die je dan bijna zou vergeten. Maar die, als je hem uit stof haalt, nog steeds bij heel veel mensen warme herinneringen oproept. Loop op het water, daar kleven voor mij ook heel veel mooie herinneringen aan vast. Ik werd gevraagd door het Oranje Comité of ik een liedje wou maken ter opluistering van de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Nou, zo'n verzoek bereik je niet dagelijks, dus daar wilde ik wel over nadenken. Wat voor liedje ga je dan nemen? Dat is dan heel moeilijk, hè? Want en dat werd mij dan wel duidelijk. Het zou een duet moeten zijn, want het moet over hem en over haar gaan. En beide mensen moeten datzelfde gevoel daarmee hebben. Ik koos toen wel Farsita, waarvan ik vond dat ze talent had. En dat bleek later ook wel. En ik wilde ook dat het aansprak bij een jongere generatie, omdat zij uiteindelijk de nieuwe koning en koningin van ons land zullen worden. We hebben het liedje van ver moeten halen. We hebben natuurlijk wel gekeken of er in Nederland ook een liedje was op dat moment. Wat moest snel gebeuren. Wat het zou kunnen. En toen kwam er eigenlijk uit dat dit liedje uit Amerika kwam. Nou ja, ik heb Sita gevraagd en die zei meteen ja. En het liedje heeft vervolgens ook de eerste plaats in de charts gehaald. Een prachtige clip ook van gemaakt, die eigenlijk te weinig is gedraaid, dat moet gezegd. Ja, mooie herinneringen, ik kan niet anders zeggen. Sita is ook in de Kuip geweest om dat samen met mij te doen. En dan heb ik er nog een leuke vriendin in overgehouden. Verandert de kleur van mijn dag.
Zij. Ja, het is gek genoeg dat het bij veel vrouwen toch een favoriet liedje is gebleken. Het moet gezegd dat veel van de liedjes geschreven wordt uit de gemoedstoestand van John. Hoe John in het leven staat, dat heeft dan, vindt dan vaak zijn weerslag op de liedjes die ik zing en de manier waarop ik ze zal moeten zingen voor de rest van mijn leven. En dit is weer zo'n typisch voorbeeld waarbij John optima forma is. Die heeft het hier eigenlijk bijna ontdaan van alle dramatiek en een obade aan een vrouw gebracht. En ik heb wel eens tijdens een concert gezegd dat zij een liedje is wat elke man voor zijn eigen vrouw zou moeten zingen. En dat hij dan zeker weet dat het niet onopgemerkt zal blijven. Dus nee, zij is een liedje wat je oprecht aan een vrouw zou moeten zingen of opdragen. En dan is succes bijna verzekerd. Dus dat vergezeld met een goed ontbijtje. Dan denk ik dat je daar heel veel plezier van zal beleven. Dat blijft mooi. Ik zing dat nog steeds met heel veel plezier. Ze is vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Zij is de app en de vloed erbij. Ze is onweerstaanbaar, ze zegt me gewoon wat ze vindt. Een vrouw en een kind, ze is wind en in stilte. En zij hoort bij mij. Ja, de speeltuin, daar valt veel over te zeggen. Het voelt alsof je het al heel lang kent. Het voelt alsof het een single is geweest bijna. Maar ja, van 2 minuten 15, dat is best kort. Het is voor een speciaal doel geschreven. Het zal niet veel mensen ontgaan zijn. Maar in die periode probeerden wij Wordshot natuurlijk onder de aandacht te brengen. En dat hebben we gedaan middels een kort filmpje. Ik ben daar zelf langs alle muziekzenders en tv-zenders van Nederland geweest om te vragen of ze alsjeblieft dit filmpje wilden spelen, waar we speciaal de speeltuin onder hadden gecomponeerd. Dit om de beeldenkracht bij te zetten, voor zover dat nodig was. Het is echt speciaal voor Wordchild gecomponeerd, waarin we de dramatiek wilden neerzetten van hoe moeilijk het is en hoe niet vanzelfsprekend dat veel kinderen te maken hebben gehad met oorlogsgeweld. En het toch mooi zou zijn als zij konden ontwaken en er vrede zou zijn. En die wens spreken we dan ook uit. En tegelijkertijd zie je dat ogen zijn vergiftigd met dat geweld. Nou ja, dat is bijzonder mooi gedaan. Dat is ook ontzettend veel gespeeld op radio en televisie. Boven verwachting veel eigenlijk. En dat had voor een deel ook met de boodschap te maken. Morgen zal het vrede zijn. Zal de zon je strelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen. Ja, ik heb er natuurlijk een hele bijzondere herinnering aan. Ik vereenzelf dacht met Wordchild. En bijna op elk concert wordt er wel aan gerefereerd. Of spelen we er iets van. Of in ieder geval op de Friends for Wordchild concerten is dat bijna verplichte kost. Nooit meer een morgen. Ja, ik denk als je dat in Nederland zou vragen, dat men meteen zegt Ali B. En dat begrijp ik heel goed. En hebben we veel eerdere versie gehad die in zijn originele vorm nog bestond. Daarom vind ik het zo leuk om op die digitale downloads die eens een keertje naar voren te halen. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan. Is een liedje wat John heeft geschreven met Brenda Russell. Origineel een Engels liedje ook. Wat John doet dat wel vaker. Die componeert soms in het Engels. Het gaat soms wat makkelijker en daar krijg je soms ook andere liedjes van. En in het Engels heb ik het zelfs ook opgenomen. Heet het The Last Day. Ja, het is heel raar. Maar als je dat liedje luistert, dan ontkom je er niet aan. Dat je denkt bij jezelf, ja, als er nooit meer een morgen zou zijn, wat zou je dan doen? Zou je doorleven alsof als een normale dag? Of zou je dan nog dingen doen die je altijd had willen doen? En gek genoeg, als je dat soort dingen afvraagt, dan ga je zo als beschouwend naar jezelf kijken. Van, hey, zijn er nog ambities? Zijn er nog idealen? En het is mooi als een liedje je aan kan zetten tot denken. Uiteindelijk kennen we het allemaal als de song met Ali B, wat voor ons allemaal een verrassing was. Ik heb ooit Ali gevraagd om voor de Kuip als gast te komen. Of hij een rap wou maken op dat liedje. Het afloop daarvan is bekend. Dat werd zo ontzettend met zoveel gejuich ontvangen in heel Nederland en België. Dat de single niet voor niets wekenlang in stond. Maar het origineel is zoals je het nu hoort. Voor het moment. Met een luisterend oor voor het kind in jezelf. Zou je eindelijk.
eindelijk weer zijn. Al eens eerder moeten missen. Ik was je al eens vaker even kwijt. Ik noem het wel eens de vergeten track. Het is een liedje waar ik een ongelooflijk veel waarde aan hecht. Het is voor altijd is voor mij bijvoorbeeld een liedje dat als ik zelf zou overlijden, wat absoluut het liefst 3 keer zou moeten worden gespeeld. Omdat het voor mij zo een liedje is waarmee je deze aarde verlaat. Het klinkt heel beladen, dat is het in zekere zin ook. Het is een Ennio Morricone-achtig liedje als je het luistert. Voor mij tijdloos, dat kan over 100 jaar nog steeds worden gedraaid. Je hoort bijna een engel zingen. De vrouw die dit zingt, dat is bijna een instrument. Het zegt iets over, ik heb je al eens eerder moeten missen, ik was je al eens vaker even kwijt. Toch heb ik er nooit aan hoeven wennen, jou niet meer om me heen te hebben. Nu je weggaat voor altijd. Ik weet ook dat John dit geschreven heeft voor een dierbare die deze aarde verliet. En ik kan dat niet meer los zien daarvan. Veel van mijn liedjes worden bij uitvaarten gespeeld. Ik heb er de meeste diverse dingen van gezien natuurlijk. Afscheid nemen bestaat niet. En er zijn heel veel liedjes die mensen associëren met die gebeurtenis. Maar voor mij is voor altijd een hele, hele belangrijke. De rol van de strijkers. Ik vergeet nooit de zin van lieve schat, hier in mijn hart hou ik een kamer voor je vrij. Dat zegt voor mij voldoende. Ik word bijna emotioneel als je eraan denkt, maar het zegt eigenlijk iets over van, ik heb zoveel van jou geleerd. Het is nu tijd. Maar weet dat er altijd een plekje is waar jij zit. En dat maakt muziek tijdloos. Echt heel, heel mooi. Het gevoel wat ik wilde hebben is dat bandjesgevoel van laat maar los. Ik ga ook even over op kopstem, dus dat is voor mij om te zingen altijd heel lekker. Het is gewoon een soort funky groove, is pretentieloos, dus niet een ingewikkelde song. Maar dit is echt zo'n liedje waarbij even, het gaat om gitaar, het gaat om de groove. En als je die hebt, weet je wel, dan loopt de rest vanzelf. En gewoon even loslaten. En het gevoel van even niet moeilijk. Ja, dat moet in een optreden ook zitten. Je krijgt een blaartrekker voor je kiezen. En dan denk je, even slikken, dit komt echt aan. En soms moet je even gewoon remmen los en feesten. Laat maar los. Ga maar vliegen nu het kan. Leef je eigen leven en geniet er lekker van. Ja, dit is zo'n liedje, Hoe zou het zijn? Waarvan ik denk dat mensen stiekem niet zouden willen toegeven dat dit gevoel ooit wel eens boven komt drijven. Hoe zou het zijn als je weer in mijn armen lag? Hoe zou het zijn als ik je mooie ogen zag? Hoe zou het zijn? Je hebt allemaal wel een ex-vriendje of vriendinnetje gehad waarbij je denkt, weet je, ben je oké in het leven, je bent volkomen gelukkig, maar wat zou er van die of die geworden zijn? En ik betrapte mezelf erop toen ik dit ging inzingen, dat ik datzelfde had. En er zijn ook voor mij wel eens periodes geweest dat ik er helemaal niet meer over nagedacht heb. Dan komt dat liedje weer voorbij en dan zing ik het en dan betrap ik mezelf erop dat ik word meegenomen in het gevoel van, hoe zou het eigenlijk zijn? En wat is er met die en die geworden? Dat vind ik mooi dat je dat kunt hebben. En inderdaad, het verlangen druipt bijna af van, nou, hoe zou het zijn? Dat is eigenlijk, dat zegt alles. Hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn?
Je hebt van die liedjes, daarvan weet je dat je ze, als je op ze opnieuw zou opnemen, misschien nooit meer zo zou zingen. Kijk me eens aan, had jij gedacht dat we hier samen zouden staan, zij aan zij. Ik heb heel vaak dat je denkt van, nou, dat, als ik dat liedje nu zou zingen, dan zou ik het zus of zo gedaan hebben. Dan heb je toch altijd wel aanpassingen van, nou, dat had ik misschien toch nog mooier gekund. Een liedje is altijd in ontwikkeling, vind ik. Maar bij Waarom heb ik dat eigenlijk niet? Daar kan ik naar luisteren en oprecht trots op zijn. Dat heeft voor een deel te maken met de techniek. Het is soms heel breekbaar, heel klein, met kopstem gezongen. Waardoor het voor mij net dat zegt wat ik wil zeggen, zo klein en zo breekbaar wordt, dat zelfs de manier van ademhalen dan belangrijk is. Een zuchtje te veel of te weinig maakt meteen dat het vals sentiment zou zijn, en dat heb ik geen moment. Het is een liedje wat ook absoluut geen single is, maar het wat mij betreft wel had mogen zijn, want het verdient wel aandacht, omdat je daar, naar mijn eigen bescheiden mening, wel kunt zien dat ik kan zingen. En dat heeft te maken dat dit liedje vraagt om tekstbehandeling. Punten, komma's, uitroeptekens, klemtoon en weer niet. De ene zin heel vlak gezongen, waardoor de andere zin weer meer lading krijgt. En dat in balans, dat klinkt allemaal als techniek. Maar als je het bij elkaar opveegt, dan proef ik de dramatiek en exact volgens mij wat John ermee bedoeld heeft. Dit is een van die nieuwe liedjes die daardoor eigenlijk misschien wel te weinig aandacht heeft gehad, als dat het verdient. Maar voor mij een absolute uitroepteken als een van mijn mooiste. Ik hou zo veel van jou. Hart van een winnaar is ook weer een bijzonder liedje. In een aantal opzichten. We zijn natuurlijk met het bandje veel onderweg. De laatste tijd, als je me aanraakt, voel ik iets dat ik niet vertrouw. Dan zitten we veel in de kleedkamer. En zou je dan ook niet verbazen dat vaak de gitaar erbij gepakt wordt. Na een optreden of in de pauzes van optredens. Of wachten tot we aan de beurt zijn. Dit is een liedje wat ik Ferry hoorde spelen samen met Tom Dijkman. Dat had iets voor mij. Ze speelden het zo vaak dat ik het gevoel had dat het mijn liedje was. Alleen we hadden het nog nooit opgenomen. Ik vond wat er uitsprak ook wel iets wat ik uit mijn jeugd wel herkende. Weet je wel, dat je op een gegeven moment met iemand omgaat en het gevoel hebt van, hé, je kijkt vandaag anders als gisteren of die dag daarvoor. Dat je het gevoel hebt dat er iets is zonder dat je je hand erop kan leggen. Dat je iemand vast wil houden. Dat je voelt dat het niet meer is als de keer daarvoor. Zonder dat je, en zeker als je jong bent, herken je dat niet zo snel. Maar dat je denkt, ja, wat is dat nou? En om dat onder woorden te brengen, had Ferry en Tom volgens mij fantastisch gedaan. Dus ik wilde dat spelen. Maar dan kun je dat liedje gaan opklooien door van alles bij te verzinnen. Uiteindelijk hebben we het gelaten zoals het was. Core en gitaren en akoestische gitaren. En daardoor is een eenvoud toch altijd heel bijzonder gebleven. Dus vandaar Hart van een Winnaar.